Hij heeft echt een mix van emoties beleefd die laatste 15 minuten. Ja, zegt dat wel. Ten slotte krijg ik een tweede gele kaart. Waarvoor ik hem krijg, weet ik nog steeds niet. En dan ja, zit je met spanning langs de kant te kijken. En dan hoor je dat laatste fluitsignaal en dan gaat het compleet los. Ja, maar je moet eigenlijk die kleedkamer in natuurlijk, maar dat deed je dus niet. Sorry? Je moet eigenlijk die kleedkamer in natuurlijk, maar je bleef gewoon staan langs het veld. Ja, zeker. De einde van de catacombe. Ja, natuurlijk, die wedstrijd wil je meebeleven. Je gaat in de kleedkamer kijken, opwachten tot het signaal. Dus alles afgekeken, fluitsignaal. Als een gek het veld opgespringen naar alle supporters toe, is geweldig. Ongelooflijk, want in deze wedstrijd zat alles, behalve doelpunten. Maar als je naar het seizoen kijkt, ja, jullie moesten gewoon, hè? Want je staat het hele seizoen bovenaan. Ja, zo kan je het wel zeggen. Want ik denk dat we eerder af hadden moeten maken. Dat hebben we niet gedaan. En vandaag hadden we maar één punt nodig. En ja, dan weet je wat je te doen staat. Hoeveel spanning stond erop? Eerlijk, achteraf kun je het wel zeggen. Achteraf natuurlijk staat altijd spanning op. Zulke wedstrijd helemaal. Kijk, het is alles of niets en je wil alles pakken. Met niets dan heb je een heel seizoen eigenlijk voor niks gedraaid. En ja, nu hebben we de week helemaal, ja, nu hebben we het kampioenschap binnen. Ja, je hebt nog, je lijf giert vol adrenaline, maar wat doet dit met de mens? Wat doet dit met jullie als team? Jullie hebben zoveel meegemaakt dit seizoen. Ja, dit is geweldig. Ik denk dat je eigenlijk wel kan zien hoe wij het beleven, hoe wij het als team beleven, hoe wij het als club beleven, als Katwijk. Ja, dit is geweldig om mee te maken. Geniet ervan, dankjewel.